begrijpen, maar als ik schreeuw... Ja. Beetje zoals dit. Nee, Jos, je bent zanger of een soort zanger, mag ik toch? Ja, ik kan niet zingen, maar... Ik kan niet zingen, maar je doet wel... Ik ben een kunstenaar, ja. Ben een kunstenaar met de stem. Ja. Ja. Ja, we gaan eens luisteren. Iedereen! Tapas. Ja. Spaanse mannen. Pas. Oesters. Wat weet je hierover, Joost? Wimbledon. Ja. Roland Garros, tennis. Ja, kutsport. Joost, wat zijn de belangrijkste symptomen van de griep? Koorts. Zweten. Bleek eruit zien. Jeuk aan je ballen. pas. We lijken ook wel een beetje op een hele foute porno. Echt waar? Shit. En dan ben jij de regisseur. Zouden jullie iets zitten om mee te doen in zo'n jury voor een misverkiezing, een misterverkiezing? Ik persoonlijk, ik denk het niet. Ik hou niet zo van dat badpakken defilé. Zo een beetje vrouwenvriendelijk, toch? Ja, dat is wel. Ja, dat klopt, ja. Dat ben jij en Bokkie houdt sowieso niet van badpakken. Bokkie houdt meer van kebabpakken. Ik ben er nog heel de avond, hè? Ik, hoe meer je praat, hoe meer ik... ik mis Nederland. Oh. 25 november treed je op in de Lotto Arena? Ja. Is dat uitverkocht? Yes. Oh. Waar moet ik mezelf echt wat marketing credit voor geven? Ik had op het einde van mijn Pukkelpop show, ook mijn eigen visuals, had ik een hele grote QR-code gezet met eronder scan dit alsjeblieft niet. Ja? En dan scan je dat, dan ging je gelijk afrekenen voor een ticketje. '63, Joost. 4 goede antwoorden moet je geven. En dan speel je Charlotte naar huis. Joost, wat kun je me vertellen over de man met de naam Hemingway? Coureur, Formule 1. Tennisser, schrijver. Schrijver? Amerikaanse schrijver. Amerikaanse schrijver. Hamlet... toneelstukken. Ik wil meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat is mijn droom. Mijn naam is Joost Klein. Ik weet niet waar de camera zit, maar please, voor alle Belgen, ik heb jullie nodig. Pas. Ja. Dan gaat de beurt naar Charlotte. Ernest Hemingway? Stop. Ja. En je stopt. Nee. Oeh, Charlotte. Oh nee, oh shit. Hey, hey, yo! Oh, ze hebben mij dit zoveel uitgelegd, Erik. 1 keer te weinig. Oh, dat is... Ja, nee. Sorry. Ja, en je had misschien ook kunnen nadenken over de Oude Man in de Zee. Ja. Een boek van Old Man in the Sea van Ernest Hemingway. Nobelprijs. Oh, meestal sorry. Als het over schrijvers gaat. Ja. Ja. Oh, kijk. Ja. Maar het kan nog. Want je moet 2 goede antwoorden vinden op de volgende vraag. Wat weet je nog over de fictieve man Jack Sparrow? Pirates of the Caribbean, piraat, ja. Acteur. Ja, dus. Ja, het werd spannend en dan vergat je een aantal dingen te zeggen en dan is het afgelopen. Helaas. Ja. Maar België, ik voel me vereerd. Ik, als een Nederlander van het verre noorden, dat ik hier mocht zijn. Jullie moesten lachen om mijn grapjes. Publiek, als ik 1 keer een... Hey, hey, yeah!
Ik hoop, als ik op Eurovisie sta, moet u er wel stemmen op me, ja? Ja. Wat verwacht je van Joost als kandidaat? Hij gaat dat super goed doen, maar vooral... Hij gaat meedoen aan Eurovisie Songfestival voor Nederland volgend jaar. Wow! Is het al zeker? Want je wilde dat? Of, 100%. Is het helemaal zeker? Of? Ik ben zeker van mijn zaken, ja. Ik heb de tickets al geboekt. Ja. Ik heb een goed hotel, nu nog goedkoop. Ja. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Dit is heel duur daar. Ja. Nee, ik ga naar Zweden. Oké. Okay.